Ja, de proteoglycanen, dat zorgt eigenlijk voor gesuikerde... Na 2 jaar podcast een woord wat ik nog nooit heb gehoord. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. Happy Christmas! In deze aflevering praat ik met Jurgen over winegums slikken voor sterkere pezen en betere prestaties. Zinvol of onzin? Collageen vormt een belangrijke bouwsteen van pezen en is ook aanwezig in onze spieren, botten en gewrichten. Omdat gelatine een geconcentreerde vorm van collageen is, wordt het daarom aanbevolen om het lichaam te versterken en blessures te voorkomen. Maar werkt dit ook zo? Voordat we beginnen, nog even 3 dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen. Ja, goedemorgen. Gert. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Vrolijk kerstfeest. Ja. Het is bijna zover, hè? Vanavond, kerstavond. Ik kan me herinneren, vorig jaar zaten wij met kerstmuts en al op eerste kerstdag bij elkaar. Nu denk ik dat de familie blij is dat we gewoon de kerstdagen met elkaar kunnen vieren. Ja, had jij vorig jaar niet een kalkoen neergezet? Ja, zeker. Het rook hier lekker. Maar ja, dat is morgen pas, jongen. Dus ik heb vandaag wel ons eigen kerstmaal. Het gaat toch weer over eten, net als vorig jaar. Ik heb hier lekker wat snoep van Sofie gejat. Persikjes, dolfijntjes. Ben jij een dolfijn, wolf of beer? En natuurlijk gummy bears, hè? Haribo, goldbergen. Daar gaat het over, hè? Want daar hou jij van, hè? Jij bent een winegum liefhebber. Ik ben nog meer dan sporten, geloof ik. Nou, we zeiden het vorige week natuurlijk al in de aflevering met Lieke Schiphoff. Is er iets anders waar je gek op bent? Ja, Haribo Colorado. Ja. Toch even, voordat we beginnen, moet ik dat toch even kwijt. Over frustraties. Haribo Colorado, het zal mijn eigen gekke ding zijn, want wat is er nou gebeurd? Het is mijn favoriete snijzak. Die rode, komt vast omdat die rood is, bij de tankstations lag die al. Dus ook niet in de supermarkt krijgen. En het is zo'n mooie mix. Er zitten kikkertjes in, daar zit wat winegum in, maar niet te veel, want daar word je misselijk van. Ook wat Engelse dropachtige dingen. En soms ook wat van die harde... Goeie mix. Echt magisch, magisch. Ja. Maar... Maar, wat is nou gebeurd dit jaar? Uit het assortiment? Ja! Het begon bij de Shell. Dus ik heb eerst de Shell gemeden. Toen had de BP ze nog. Toen de Total. Inmiddels ben ik erachter wat obscure tankstations met heel weinig omloopsnelheid. Ja. Daar liggen ze nog. Maar ze zijn over de datum. Ja, in het simpel gereed. Maar ze zijn vervangen door een soort... wat heb je nu? Haribo pretmix of zo. Maar daar zit dus... Nou ja, hebben we deze aflevering, wat mij betreft, te veel winegum-achtig spul in. Ja. En daar word ik, als ik daar echt op doorsnaai, misselijk van. Heb je contact gelegd met de fabrikant? Nee, ik hoop dat mensen naar deze podcast luisteren die invloed hebben en kunnen zorgen dat het alsjeblieft weer terugkomt in de assortimenten bij de benzinepompen of mij een pallet hier voor de deur kunnen geven. Nu koop jij daar niks meer. Ja, Red Bull, maar dat bevalt niet goed. Ja, doe ik ook niet meer. Nee, ja nog wat gele M&M's soms. Ja. Nee, het is niet meer te krijgen. Ik vind echt heel verdrietig nieuws. Maar wij gaan op zoek naar het antwoord op de vraag. Een klassieker. Onzin of zinvol. En de aanleiding is eigenlijk een tag op Facebook. Ik probeerde vanmorgen nog heel gauw uit te vinden wie dat nou was. Maar ik weet niet meer zo goed. Ik werd op Facebook getagd op een artikel van Bicycling. Het blad voor wielrenliefhebbers. Die een artikel publiceerde. Ik heb hem hier nog even staan. Van Mirjam van Rijen. Met als kop: waarom winegums helpen bij betere prestaties en minder blessures. Waarop ik tegen jou zei, nou Jurgen, als jij nou even kan valideren dat dit inderdaad zinvol is, dan ga ik tegenwoordig met een nog lekkerder gevoel snoepen.
Ja, oh. En nou ja, graag. Dat doe ik graag voor je, ja. Gerrit. Ja, dus het is in de categorie sportvoeding gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag. Moeten we inderdaad lekker wijnkomst eten? Ja, maar het grappige was wel, want volgens mij zette jij dat in de groep ook met Guido. Ja. Dat wij allebei reageerden, ja, volgens mij, ja, nee, maar dat wisten we toch. Of dat klopt wel. Oud nieuws, maar op, dacht ja, je. Zoiets. Ja. Maar toch is goed om er echt in te duiken. Ja. Want dan kom je toch wel weer dingen tegen van hoe het echt zit. En dan, nou ja, dan komen we wel tot de slotconclusie. Mooi. En we gaan straks nog even zoomen met Vroemen zo. Ja. Om ook even te kijken of hij het proactief adviseert. Ik kwam zowaar in mijn voorbereiding ook nog deze tegen. Die zijn letterlijk van het ons kerstmaal van vorig jaar. Even zo houden, dan kun je ze goed zien. Powerbar, wat even verder. Waar zit ik? Oh, daar, ja. Powerbar sports, Power Gel Shots. Ja, gewoon winegum in een duur zakje. Ja. Dus laten we eens bij de basis beginnen, Jurgen. Collageen en dus ook gelatine, wat in dit snoep zit. Wat is het? Daar draait het dus om. Collageen, dat is eigenlijk een langgerekte keten van een eiwit. Ja. Die overal, ja, heel veel plekken in het lichaam zit. Oké. Okay. En wordt altijd genoemd in pezen. Maar die zit ook in botten, in spieren, tussen de spiervezels door. Ja. En die vormen... Lichaams-eigen stof. Zeker. Toch? Ja. Ja. Ja, is gewoon onderdeel van wat je bent. Ja, en die zorgen eigenlijk voor de extracellulaire matrix, zoals we het noemen. Daar hebben we het bij de fascie-aflevering over het... Over de foamrol. Ja, hebben we het over gehad. Ja. Want daar grijpt de foamrol op in, hè, op die fascie. En fascie is eigenlijk dus een hele keten van... Onder andere collageen is een belangrijk bestanddeel van. Dat geeft dus bepaalde trekkracht. Dus dat zijn langgerekte vegels. Is het, moet ik me voorstellen, letterlijk als je in een winegum of in deze snoepjes knijpt, dat een beetje elastisch stuggen? Ik is vind dat het, wat het is? Ik denk het, want het is eigenlijk, als je hebt de belangrijkste bestanddelen van extracellulaire matrix, die dus eigenlijk in elk weefsel zit en de boel een beetje stevig en aan de ene kant stugheid geven. Ja. Verbindt eigenlijk het hele lichaam met elkaar. Daar hadden we toen ook over bij die fascie. Heb je eigenlijk een paar componenten. Collageen is een heel belangrijke. Elastine, dat geeft meer elasticiteit, zeggen ze dan. En ja, de proteoglycanen, dat zorgt eigenlijk voor gesuikerde... Na 2 jaar podcast een woord wat ik nog nooit heb gehoord. Dat zijn gesuikerde eiwitten, volgens mij. Proteoglycanen. Proteoglycanen. Ja, en die geven eigenlijk, die houden veel vocht vast. Dit maakt een soort gel. Oké. Okay. Nou, klinkt goed. Die samenstelling, maar dat is niet zo van we mikken alles bij elkaar en dan komt het goed. Dat is allemaal natuurlijk netjes uitbedacht door het lichaam. En dat is, in het geval bijvoorbeeld van spieren pezen, is het belangrijk aan de ene kant een soort stevigheid, trekkracht. Mm-hmm. Aan de andere kant ook voor snelheid van krachtoverdracht zelfs. Dus er wordt ook gedacht van als jij een goede extracellulaire matrix hebt, collageen, is dat belangrijk ook bij explosiviteit. Want op die manier kan kracht sneller doorgegeven worden vanuit spier richting natuurlijk vanuit de pees, weg of bot, precies. Ja. En dat, dus het is zeker een belangrijke functie daar. Het kan ook als het verkeerd wordt aangelegd, dan krijg je problemen. Mm-hmm. En dat is ook een bepaalde pathologie. Dan loopt het uit de hand. Want het idee is dat een soort... Je hebt het altijd loopt over, het uit de hand? Wat bedoel je? Ja, dan gaat het... Of in de verkeerde richting wordt het dan aangelegd. Je hebt eigenlijk dit een materiaal. Soort... matrix, een soort netwerk. Mm-hmm. En dan moeten natuurlijk die vezels in de juiste richting lopen om krachten op te vangen. Ja. Daar kan je ook wel iets bij voorstellen. Ja. Collageen, belangrijk. Je hebt inmiddels 24 vormen, geloof ik, las ik. In je lichaam? Ja. Oké. Okay. En dus dat geeft al aan, is best wel complex. Collageen zit dan overal, net even een andere vorm. Maar belangrijk is met name, het bevat een aantal aminozuren. Mm-hmm. Eiwitten zijn opgebouwd uit aminozuren. En de aminozuren die het belangrijkste daarin zijn proline en glycine. Oké. Okay. En daar draait het dan... Je bent weer even ouderwets heel technisch. Ik vind het mooi hoor, ik vind het interessant, maar ja... Dat is dus... Kijk, dat is hoe het werkt. Dat je dus niet denkt dat bij elk eiwit wat je eet... Ah. Of als je melk of vlees eet, noem maar op. Want dat is misschien goed om de link te leggen van... We hebben het al eerder over gehad, aflevering over herstel. Ja. Nou, hoe goed belang van eiwit eten na afloop van de inspanning. Ja. En dan ging het met name over de aanmaak van spiervezels. Precies. Nou, en dan hadden we het over met name melkeiwitten doen het daar heel goed. Onderzoek uit Maastricht geweest met gelabeld melkeiwit. En dat zie je dan terug uiteindelijk
in de spier. Dus die spier, dus eiwit eet je op, wordt afgebroken in de maag tot aminozuren. En die aminozuren die worden weer opgenomen, gaan uiteindelijk naar de spier. En daar zit de machinerie in de spiercel zelf. Ja. Om die eiwitten weer te koppelen tot de juiste vorm. Of die aminozuren te koppelen tot de juiste eiwit. In dit geval de spiereiwitten. Hè? Ja, dat werkt daar zo. Ja. Nu gaan we naar collageen. Ja, maar en dan werkt het een beetje hetzelfde idee. Want je eet dan je bestanddelen die normaal in het voedsel zitten. De eiwitten moeten veel proline en glycine bevatten. Ja. En uiteindelijk heb je dan niet zozeer de spiercellen, maar je hebt fibroblasten. Dat zijn eigenlijk de cellen van het bindweefsel, van de extracellulaire matrix. En die vormen dan weer uit die aminozuren, de eiwitten die je eet, afgebroken naar aminozuren, vormen dan dat collageen in een van die 24 vormen, waarvan collageen alpha is volgens mij de belangrijkste. Kortom, wat jij nu zegt, met best wel veel moeilijke woorden, ik vind ze altijd interessant, maar je zegt eigenlijk, je kan dit door voeding bij eten. Ja. Dat is eigenlijk wat je vaststelt. Hè? Is dit überhaupt in te nemen via de mond? Je weet gewoon, het zijn eiwitten. En eiwitten worden aangemaakt door cellen vanuit aminozuren die in principe in voeding zitten. Aha. Alleen, we hadden het daarbij, de spieren werd ook al duidelijk van dat het een mooie combinatie is van inspanning verrichten plus aanbieden van je eiwitten. Ah, dus je kan niet zomaar door te eten dat vanzelf krijgen. Nee, dus er komt je hebt een extra prikkel nodig. Het is niet zo van je voet die fibroblast in en je geval hebt lekker veel collageen. Precies. Dus dat is goed om in het achterhoofd te houden. Je moet een combinatie. Je moet dus op een gegeven moment die fibroblasten prikkelen. Ik denk dat sommige luisteraars van ons dat ook even hadden. Ik zat te denken, waar gaat dit heen? Ja. Waar heb je? Dus dat je moet begrijpen hoe het werkt om te snappen dat je het niet alleen maar kan bijeten. Ja, dus als ik nu zo'n dolfijntje daar ga eten, kan ik niet verwachten straks dat ik ineens extra collageen aanmaak. Helder. Als je daar ook bij gaat sporten en bewegen en dus een behoefte creëert in je lichaam, gaat het ook daadwerkelijk daartoe omgebouwd worden. Tenzij misschien, want er collageen zit echt overal. Ik weet alleen van hoe het met spieren en pezen zit en botten. Ja. Maar misschien met huid of nagels, dat wel anders werkt. Dat dan dus misschien als je heel veel van dit spul eet, gelatine of winegums, want daar komen we dan zo op. Ja. Dat uiteindelijk het gewoon terechtkomt richting je haren, nagels. Ja. Maar dat is belangrijk te weten. Nou, collageen, wat ik zei, proline, glycine. Gaan we snel op waar zit dat in? Ja. Nou, dat blijkt dus in gelatine te zitten. Want gelatine is eigenlijk gekookt collageen. Oké. Okay. En dat is, toch ook, komt van varkens, toch? Ja, varkens, maar ook volgens mij van koeien kan je het halen, van vis. Ja. En dan, kan je het ook van botten, van huid veganistisch maken? Want je zit tegenwoordig wel vegan snoep. Volgens mij kan je het gisten en bacteriën tegenwoordig ook laten maken. Helder. Ja. Okay. En dan vraag ik me wel ergens af van al die potjes met proteïne. Hè? Hmm. Ja, daar zit een mix van eiwitten in. Ja, onze luisteraars zien niet dat je daar een raar hoofd bij trekt. Zo van proteïne, heb je ze weer? Ja, precies. Nou ja, een beetje wel natuurlijk. Omdat je wordt ermee doodgegooid en het klinkt heel interessant. Maar het is niks anders dan eiwit wat ook in je yoghurt zit. Ja. Of in allerlei andere kortom, al die yoghurtbakjes in het koelvak met extra proteïne. Onzin, is gewoon melk. Ja. Nou, maar ik keek wel even op Google van je kan ook collageen kopen. En dat is dan met name collageenpoeders, tabletten, noem maar op. Voor een mooiere huid. Oh? Ja. En dus misschien is dat het idee toch wel. Dus dat als jij er niet bij sport, dat dan die aminozuren, proline, glycine die dan in dat middeltje zitten, dan extra worden aangetrokken met name naar de huid. Dat zal de claim zijn. Ik weet niet of dat bewezen is. En zelfs begrijp ik dat de fillers die sommige mensen gebruiken, dat die die bevatten niet zozeer collageen als wel middelen die juist de cellen in je huid aanzetten om meer collageen aan te maken. Oké. Dus wil je een mooie huid hebben,
Ga winegums eten. Ik bedoel... Ik wou zeggen, ik begin toch hier... En ik zit ook te denken, ja, het zal wel niet voor niks zijn, toch? Ja. Dat zoveel snoep in die vorm wordt aangeboden. Ik kan me voorstellen dat het ook gewoon handig is, want het is lang houdbaar en het kan goed lekker al die zoete meuk binden en het koud lekker en het voelt goed in je mond. Dus er zijn wat duizend redenen om te bedenken om snoep zo te maken. Maar goed, nou komt natuurlijk... Nu gaan we naar de sportprestatie. Hey, ja. We hebben last van pezen, regelmatig. Wielrenners die zitten lang op de fiets en die krijgen broze botten bijvoorbeeld. Ja. Spierpijn. Maar nu gaan we een beetje de blessurehoek in. Hè? En we weten, nou dat, en wat ik al zei, die XLR matrix, dus dat bindweefsel, is ook belangrijk voor krachtoverbrenging. Ja. Nou, kunnen we dat op een of andere manier dus verbeteren? Dat is dan de vraag die gesteld wordt. En lange tijd werd gedacht, dat collageen in pezen, dat groeit maar langzaam, daar gebeurt niet zoveel, is een beetje statisch. Totdat mensen in het laboratorium eigenlijk vanuit, denk ik, peesjes vanuit proefdieren en misschien wel eens uit mensen. Hè, als jij knieën gaat opereren en daar allerlei bandjes uit gaat halen. Mm-hmm. Kruisband gescheurd, nou, daar worden wel stukjes uitgehaald. En die in het lab met het juiste, in het juiste badje leggen, juiste voedingsmiddelen. Wat ze dan zagen is als we de boel gaan rekken, strekken met bepaalde. En dan zagen ze, er wordt meer collageen aangemaakt. Of er wordt meer pees aangemaakt in dit geval. Of ligament, dat maakt... Of meer matrix. Mm. En de exercise of beweging, een mechanische stimulus, zorgt voor aanmaak van. En als we er meer proline en glycine, dus die bouwstenen bij gooien, dan wordt dat nog meer versterkt. Aha. En vanuit daar is gedacht van... Dus we kunnen daadwerkelijk bindweefsel... kunnen we laten groeien. Ja, door het extra in te nemen. Door, in combinatie dan wel... Met bewegen. Nou, en dat is... En grappig genoeg bleek daaruit dat die reactie heel snel ging. Maar dat hij al na 10 minuten lag hij op zijn piek. Ja? En daarna nam hij al af. Hoe bedoel je? Dus als je prikkelt en je kijkt naar de aanmaak, misschien met radioactief, dan hebben ze bestanddelen radioactief gemaakt. En dan kijk ze gewoon van, hoe wordt dat ingebouwd? Ja. En dan kan je natuurlijk op tijdstippen gaan volgen. Maar wordt mijn collageen ook weer actief afgebroken dan? Nou, raak het ook weer kwijt? Het is een mix inderdaad van opbouw en afbraak. Maar zij zagen dat het belangrijkste opbouw zat hem in de eerste 10 minuten. Na het toedienen van die extra voedingsstoffen? Of na het bewegen? Na het bewegen. Helder. Ja. En dus daaruit is dan het eigenlijk 1 studie geweest die iedereen citeert en ook in dat artikel van Bicycling. Ah. En dat is een studie, Australische studie, dat is het Institute van Sports Sciences in Australië. En ik zeg, beste luisteraar die deze aflevering voor het eerst hoort, dit komen we natuurlijk vaker tegen, dat er ergens 1 studie is waar dan de media ontzettend mee aan de haal gaat, want dat komt ons natuurlijk heel goed uit, hè, om te kunnen zeggen dat snoepen gezond is voor het sporten. Ja. En dat is dus nog niet zo heel breed geherhaald, helemaal vastgesteld. Ik ben verbaasd eigenlijk dat het daar is blijven stilstaan. Want het is toch een studie van 4 of 5 jaar geleden, meen ik. Ja, en wat stelden zij vast? Nou, wat zij gedaan hebben proefpersonen touwtje laten springen. Ja. Dus dat is eigenlijk de mechanische stimulus. 6 minuten lang, 3 keer op een dag. En dan, of niks gegeven, placebo. Een kleine dosering gelatine en een hogere dosering, 5 gram en 15 gram. Mm. En dan gekeken in het bloed van hoe zien wij proline, glycine en misschien andere bestanddelen van collageen terug. En naar het propeptide, dat is eigenlijk de voorloper van collageen, gekeken. En dan zie je inderdaad dat met extra gelatine-inname toeneemt. Hoeft nog niks te zeggen, want dit ga je afvragen. Ja, hoe zit het dan met de pezen zelf? Ja. Nou, en dat is absoluut het goede punt. Van, we weten niet, omdat dat collageen overal zit, van waar gaat het uiteindelijk naartoe en komt het terecht in... in dit geval ga je natuurlijk je mechanische belasting bij touwtjes springen, zitten spieren, pezen, botten, denk ik. Mm-hmm. Dus je mag verwachten dat daar de fibrolasten gestimuleerd worden om iets maar aan te maken. Maar ja, ze kunnen helaas geen, biopte nemen van pezen. Spieren durven ze wel aan, bijvoorbeeld in Maastricht, maar pezen, sek, doen ze niet. Botten wil je ook niet aan beginnen. Nee.
Dus daar hebben ze een omweg voor gevonden. Voor even, hè, ik moet af en toe eraan denken dat niet iedereen al 81 ja. afleveringen heeft geluisterd. Een biop nemen, oftewel even een klein stukje materiaal ja. uit je spier. Gewoon uit een naald beest, uit je beest, in je spier. En dat dan zetten. Onderzoeken. Ja. ja, en dan onder de microscoop leggen. Ja. En dan, ja. Dus wat ze gedaan hebben, hebben zij in hun proefopstelling met kunstmatige peesjes. Die waarschijnlijk dus wel van humaan kunnen zijn, van humaan weefsel, maar met juiste medium gekweekt. Dat is eigenlijk zo'n proefopstelling. Ja. En daar gekeken van, als je nou het serum, dus eigenlijk het bloed zonder de rode bloedcellen, daarbij kwakken. Ja. Van die verschillende proefpersonen. En dan gekeken naar, en dan kun je wel na afloop gewoon dat peesje uitnemen. En gaan kijken van... Is hij gegroeid? Is hij gegroeid? Zit er meer proline en glycine in? Nou ja, en dat hebben ze gedaan. En dan zagen ze inderdaad dat van het serum... Dus van het bloed van die proefpersoon... Die extra gelatine hadden gekregen... Ging hij harder groeien. Ja. Dus ja, is dat voldoende bewijs om... Misschien, hè? Nou ja, in die context wel. Maar je kan dus niet uitsluiten wat het doet in een context waar die gelatine ook gebruikt kan worden voor haar, huid, ja. nagels. Dus waar komt het vandaan? Dat is de grote vraag. Van dit werkte dan, zou dat serum inderdaad ook op spieren of op botten of op nagels werken? Ja. En in die zin is het wel interessant. Ja, Maastricht is daar nu vrij recent, maar dan praat je toch al over 2 jaar geleden mee begonnen met dit soort studies. Kijk, zij hebben de perfecte opstelling eigenlijk om naar het bindweefsel in de spieren zelf te kijken. Dus zij nemen die biopten. Ja. En in plaats van dat zij naar de spiervezels kijken, zoals we in het verleden wel besproken hebben, kijken ze nu echt naar het collageen. Mm-hmm. En wat zij dan doen, zij kunnen radioactief gelabelde eiwitten aanbieden. Alleen, zij hebben dat nog niet gedaan met gelatine, maar wel met de normale eiwitten, zoals de wei-eiwit, caseïne, die melk-eiwitten. Ja. Ja. En wat hun dan opvalt is dat normaliter, als jij niks doet, inderdaad, zie je daar niks van terug, ook in de bindweefsel. Als jij het met gaat inspannen, dan zien ze wel een verhoogde aanmaak. Maar als ze daar bovenop weer hun wei-eiwit geven, dan zien ze niet een extra versterking daarvan. Dus dat is al anders dan met normaal spiereiwitten. Aha. Dus de volgende stap die zij gaan moeten nemen... is natuurlijk gelabeld collageen of gelatine. En dan kunnen ze pas echt zeggen van... hey, het is inderdaad de combinatie. En dan kun je ook met tijdstippen gaan werken van... hoe lang moet je dan? Want dit was 6 minuten touwtje springen in die ene studie. Ja. Kan je het ook een half uur doen of een uur? Ja. Dus het is allemaal nog... Dus het is allemaal nog wat in de kinderschoenen qua wetenschappelijkheid. Ja. Toch even in de uitleg, hoe je net heel technisch uitlegde wat collageen is en doet, gaan we aan 1 stap voorbij, merk ik. In het artikel Bicycling en net ook in de intro refereren we ook aan het voorkomen van blessures. Ja. Is het wel duidelijk dat dit collageen een belangrijke veroorzaker is, of een gebrek daaraan, van veel voorkomende blessures? Ja, dan kijk ik meer andersom ernaar van, hebben mensen met blessures... Ja, precies, dat bedoel ik. Baat die tekort bij, aan. Ja. En dan hebben ze inderdaad ook een studie, ook in Australië gedaan. Die groep zit er wel op. Hebben ze 200 marathonlopers, meen ik, gekeken met Achillespeesklachten. 3 maanden lang revalidatietraject doorlopen met oefeningen. Ik denk dat dan oefeningen zijn ook die niet, die 10 minuten maximaal een kwartiertje duurden. Mm-hmm. En dan de enige groep of afgewisseld, dat is zo'n crossover studie dat ze eerst nep collageen of gelatine krijgen en daarna het echte werk en vice versa. Ja. En dan zagen ze dus daadwerkelijk dat het aantal mensen wat klachten kreeg over die Achillespees, dat en weer aan het lopen kon. Dat beduidend minder geworden was. Dus dat het blessureleed afgenomen was in de groep die gelatine hadden genomen. Dus dat is toch wederom een hint in de richting dat dat echt wel positieve effecten heeft. Ja, dus in een revalidatietraject heb je last van een kuitblessure of een Achillespees. Heb jij onderdeel van een revalidatietraject, neem je van tevoren. Dan gaat het om een uur van tevoren. Een dosering van 15 tot 20 gram gaat het dan over. Ja. En daar zit een beetje nog van, oké, hoeveel moet je precies nemen? Er is nu een review uit die ook gekeken hebben nog wat breder naar gewrichtsklachten.
En onderaan en naar spierpijn. En inderdaad naar peesklachten. Ja. En dan hebben ze uiteindelijk 15 studies overgehouden. En dan zien ze toch... Ja, er zijn zeker aanwijzingen voor dat ook met gewrichtsklachten. Maar dan is het puur scoren van hoeveel pijn heb je. Dat het aanbieden van collageen, gelatine... positief werkt op dat herstel. En is dit specifiek in sporters of algemeen met gewrichtsklachten? Specifiek sporters. Oké, okay, dus in die blessurehoek. Ja. Alleen, nou, is nog het grote punt wat genoemd wordt van... Ja, en hoe dan precies? Hoe moet je dat dan precies geven en aanbieden? Want winegums worden, zitten boordevol gelatine. Dat is zeker waar. Maar ook boordevol suiker. Ja. Word je misselijk van? In die studie dus, die zij gedaan hebben... En dan moesten ze best wel... Ja, je moet even kijken hoeveel gelatine... Hebben ze eigenlijk... Dus met die touwtjes springen... Hebben ze proberen te herhalen... Door te zeggen... Oké, moet ik per se... gelatine of geven? En dat is dan wel belangrijk te noemen. Het was gelatine en vitamine C samen. Ja. En hebben ze ook gummy bears gegeven. Ja, die heb ik hier ook. Ja. En, ik zit namelijk net op de achterkant te kijken. Ja, nu bij die pauze... Hier staat niks op, als het een klein zakje... Staat er eigenlijk op of ergens veel of weinig gelatine in zit? Maar dat ik zie dat staat niet vermeld moeten. Op de ingrediëntentabel. Nou ja, als in, daar staan gewoon de macronutriënten. Hè? Mm-hmm. Energie, vet, koolhydraten, eiwitten, zout. En in de ingrediëntenlijst kom ik wel gelatine tegen. Maar er staat natuurlijk niks over hoeveel dat in zit. Laat staan dat ik kan... Ja, nou als ik het goed... Weet je wat ik hier lees? Dit gaat even voor de luisteraar. Ik heb in mijn handen dat zakje met PowerGel shots. Ja. En daar staat zowaar aanbevolen hoeveelheid 2 zakjes per dag. Kijk. Dat is toch een aardig en zakje dit. En hoeveel zit er in een zakje? Ja, daar staat er dan weer niet zo goed op. Even kijken. Maar ik vind het een... Ja, ik denk, wat is dit? 60 gram. Aardig zakje vol snoepjes als ik 2 van die dingen per dag zo moet opeten. Dus nogmaals, ik had het over 15 gram gelatine. Was gebruikt in die studie met die touwtjespringers. En dan hebben ze dat herhaald door andere formules aan te bieden. Waaronder winegums. En dan kwamen ze al uit op 120 gram winegums. Om dezelfde hoeveelheid om die 15 gram gelatine te halen. Even 105, dat is toch gewoon een goede... Ja, 120 is een goede zak. Goede halve zak. Haribo bij de pomp, ja. En zij hebben dat eigenlijk... Hebben ze alleen maar gekeken naar het bloed... van of je dan die proline, glycine en dat propeptide... dus die voorloop van collageen... En dan zagen zij best wel een verwarrend beeld. Het was helemaal niet consistent. En daarmee was eigenlijk hun conclusie van... ja, je moet eigenlijk wel het pure spul aanbieden. Daarvan kunnen we zeker zijn dat dat een beetje voorspelbaar in je bloed terechtkomt in ieder geval. Ja. Want het lastige aan nog steeds een winegum is... ja, dat gaat je maag in en daar komen in je darmen en dan gaan uiteindelijk... Je enzymen gaan mee aan de slag. Die gaan de eiwitten en de suikers afbreken. Ja. En dan komt er een bepaalde concentratie natuurlijk van die aminozuren worden opgenomen in het bloed. Ja, de ene misschien wat sneller dan de andere, noem maar. En dat merken zij heel sterk. Van ja, het is, je kan moeilijk nog peilen van wat het lichaam nou precies doet met vanuit de mond richting uiteindelijk die fibroblast en naar de pees. Ja. Dus zij waren nog sterk. Ja, je kan niet zomaar zeggen, het is gelatine en het werkt dus in die studie met die touwspringers. Dan kun je net goed wineguns nemen. Nee, dat niet. Echt... En bovendien, ik vind het nogal heel erg gericht op één aspect. Ja. Terwijl als jij iedere dag een zak winegums gaat eten, denk toch dat je op andere gebieden in de problemen komt. En dan moet je dus een uur daarna moet jij wel je oefeningen gaan doen. Ja, want anders heeft het ook geen effect. En je moet dat 3 keer per dag doen. Sowieso. Ja. Dus daar zitten ontzettend veel haken waar en ogen je dit nou aan. Vandaan? Je moet dat 3 keer per dag doen? In die studie hebben ze dat in ieder geval gedacht van 3 keer per dag touwtjes springen. Een paar weken lang. Ja. Dus het is, ik denk dat ergens het verhaal wel kan kloppen. Van collageen is belangrijk als bouwsteen van. Alleen het praktisch uitvoerbaarheid... Dat is het. Het is een soort theoretische wetenschap dat gelatine goed is voor collageen. Maar om dat nou als een supplement in je sportdieet op te nemen... Dat is en met name omdat het collageen dus overal ook zit. En is dus het dan wel zinvol, Jurgen, om je iets minder schuldig te voelen als je af en toe zakjes Jij mag dat snuit. Best, maar om daarbij te noemen is goed voor mijn pezen, denk ik nog steeds. Gerrit, ik weet het zo net nog niet. Maar ik bedoel, als jij je daar happy bij voelt, dan... Dan mag het altijd weer, hè? Als het goed voelt, is het goed. Zullen we eens even inchecken bij Guido hoe hij zich verhoudt tot de winegummetjes? Dat is goed plan. We gaan zoomen met Zoomen.
Guido. Yo. Hey, goedemorgen op deze kerstochtend. Ben je er klaar voor de feestdagen? Ja, ik heb de oprit net sneeuw vrijgemaakt. Ja, precies. Even hard staan schuiven en staan vegen. Ja, dat moeten we allemaal nog zien. Hey, zo vlak voordat we ons gaan volstoppen. Jurgen zit al met volle mond een lekker gelatinesnoepje weg te kauwen. Hebben we het met elkaar gehad over mooi onderzoek. Winegums, goed tegen blessures en voor sportprestaties, schrijft de Bicycling. Van Jurgen geleerd hoe dat dan allemaal werkt. En dat het eigenlijk maar heel smal wetenschappelijk onderzoek is. Maar soms moet je ook gewoon naar de praktijk kijken. Ja. En daarvoor zoomen we dan met jou en zijn we even benieuwd. Ja. Schrijf jij jouw atleten proactief winegums voor? Nee, niet direct, nee. Eigenlijk, ik probeer ze ten eerste preventief te behoeden voor peesletsels. Ja. dat we dit eigenlijk niet hoeven in te zetten. Nou kan het natuurlijk vanuit wetenschappelijk onderzoek inzicht wel zo zijn dat je dit wel sterker kunt maken, ook al heb je nog geen blessure, heb ik een beetje zo begrepen. Mm-hmm. En het is wel een beetje, dan is de timing wel heel belangrijk, hoe je het doet, hè? Ja. Mm-hmm. Wat bedoel je daarmee? Want we hebben al veel over tijd gehad in deze aflevering. Nou ja, dat je het zeg maar een uur van tevoren inneemt en dan heel kort daarna, zeg maar dat uur daarna, even kort impact geeft, de touwtjes springen. Maar dan moet je er ruim van tevoren dus ook weer niks gedaan hebben en ruim daarna ook niks doen. Ja. Dus eigenlijk moet je het voor het slapen gaan doen. Dat je een beetje, zeg maar, volgens mij om 9 uur een paar van die gelatine snoepjes erin knalt. En op 10 uur even 5 minuten gaat touw springen. Ja. En dan slapen. Ja. Kortom, hoe praktisch is het allemaal? Hoe toepasbaar is het allemaal? Ben je zelf eigenlijk een beetje snoepert, Guido? Ja, maar niet van deze gelatine snoepjes. Die dan weer niet. Weet je, geef mij wel chocola of zo. Ja, dat is lekker. Daar ben ik meer van. Ja. Nou, dat wetenschappelijk onderzoek moeten we nog opzoeken. Er zijn geen atleten bij jou die jij poedertjes extra collageen voorschrijft. Omdat zij inderdaad kampen met blessures of vaak... Nee. Dit is een hele vage vraag trouwens, zeg. Ja, nee. En volgens mij, dan overdrijven we het ook. Maar wat we dus beginnen vast te stellen, is dat hier een studie is gedaan dat er een biologische werking lijkt te zijn. Maar als we dit dan praktisch proberen toe te passen, ja, dan kom je eigenlijk nergens. Tegelijkertijd, winegum is ook een klassiek recept voor duur sportprestaties, toch? Marathon, stop maar wat winegums in je mond. Ja, dan heb je die suikers weer nodig. Ja, dan gaat eigenlijk meer om de suiker dan om de gelatine. Ja. Ja, maar ja, misschien heeft het allebei wel voordelen. Alleen die gelatine, ja, dat merk je dan niet direct. Die suikers wel. Ja. Ja, ja. Nou, maar ja, ze lekker kortom. Vindt. Ja, jij mag gewoon doorgaan, Gerrit, met jou. Ja, uiteindelijk zijn we op zoek naar de vraag, gelatine voor je sportprestatie zinvol of onzin? Nou, onzin is het zeker niet. Nee. Maar om nou te zeggen, het is zo zinvol dat we op een winegum dieet moeten? Nee. Daar komen we toch eigenlijk ook niet uit. Nee, dat zou ik ook niet doen, nee. Nee. Nou, dan moeten we nog maar een beetje over de kerstvakantie hebben. Heb je leuke plannen, Guido? Ja, gewoon lekker fietsen. Ja, zoals gewoonlijk. Beetje rondomhuizen en lekker rustig sporten in die korte dagen. Mountainbike en zo, hè. Lekker crossen, daar een beetje door de natuur. Genieten, dat je dan weer een beetje hongergevoel krijgt. Dat je in ieder geval niet helemaal overvol zit na het eten. Ja, ja, dat is het. Ja, dan verteer je het weer lekker. En dag 2, dan komt het weer hetzelfde. Ja, het is ook eigenlijk ook een soort topsportevenement, hè, die kerstdagen dooreten. Voor mij wel, ja. Ja, ja, ja. Weet je, ik denk, goh, ik zit vol. En dan denk ik, ja, maar ja, dan ga ik eerst weer even wat doen. Ja. Even zorgen dat het lichaam in beweging zetten. Dan is er straks weer ruimte voor wat andere lekkernijen. Ja, ja. En dan ben ik ook een stuk gezelliger. Dat moet ik ook toegeven, hoor. Als ik dan de hele tijd binnen zou moeten zitten, dan volgens mij word ik daar ook niet gezelliger van. Nee. En als goed katholiek, Limburg. Dat is wel heel lang geleden. Even bezoek naar de kerk of dat niet? Ja, dat was vroeger wel zo, maar dat was verplicht. Ja, en vandaar dat je nu niet meer wil. Of ik moest de mis dienen. Ja, ja. Oh, ja, natuurlijk ook misdienaar geweest. Ben jij misdienaar geweest? Dat was eigenlijk mijn volgende vraag, denk ik. Maar ja. Ik, nou,
Ja, ja, zeker. Net als iedere jongen in het dorp. Ja. Guido Vromen wordt het ja, dan, hè? Ja, daar komt het van, hè? Ja, natuurlijk. Oké. Hey, volgens mij, we hebben vorige week, dat hoorde jij niet, maar in onze aflevering met Lieke Schiphoff hebben wij onze Slimmer Presteren podcast Strava Groep gelanceerd. Daar zien we jou natuurlijk ook graag in, Guido. En dan kunnen we eens even kijken hoe jij tussen de kerstmaaltijden komend weekend jezelf in beweging stelt. Want dat log jij daar toch wel netjes, of niet, Guido? Ja, standaard staan ze bij mij verscholen. Oh, echt? Maar ik kan ze wel... als ze bijzonder zijn, dan denk ik, ja, anders denkt iedereen, god, die gast, die doet niks anders dan fietsen. Ah, dus jij moet een beetje de schijn ombouwen dat je af en toe nog aan het werk bent. Exact. Okay. Precies. Ja. Nou, laten we dan in ieder geval de kerstloopjes, wandelingen en fietsjes even met elkaar allemaal delen. Ja. Ook als het niet lukt, want de rustdagen moeten we ook laten zeker zien. Leuk. Ze zijn ook belangrijk. Hey, we hebben nog één aflevering te gaan dit seizoen, Guido. Volgende week gaan we met elkaar naar de hoogtepunten van seizoen 3 en 4. Jaargang 2021 kijken. Dus ik nodig je vast uit om daar een beetje over na te denken. Wat voor jou bijzondere afleveringen en inzichten waren. En gaan we ook een beetje vooruitkijken naar 2022. Mooie plannen liggen er op de plank. En ik denk dat we volgende week maar eens moeten onthullen wat we gaan doen en hoe ver we dan zijn. Maar dat komt volgende week wel als een cliffhanger. Ik ben benieuwd, hè? Ja, jij bent ook benieuwd, hè? Nou, ik ook. Okay. Daar hebben we nog even over. Guido ook benieuwd? Ja. Ja, heel erg nu. Okay. Heel erg. Mooi. Hey, ik ga het voor de ene laatste keer dit jaar nog één keer zeggen. Voor alle mensen die het leuk vinden om hun kerstplannen met ons te delen. Of hun snoepverslaving aan ons te bekennen. Of jij pakt er nog eentje, Jurgen. Laat nog even zo'n persiekje liggen hier. Je kan op ons reageren via verschillende wegen. Op social media zijn we te vinden als de @slimmerpodcast. Op Twitter en Instagram maken we van iedere aflevering een post. Die kan je retweeten, kan je op reageren, kan je doorsturen. Of op onze website www.slimmerpodcast.nl vind je van iedere aflevering en dus ook van deze een eigen pagina. Kan je op reageren, die link kan je kopiëren en doorsturen. En je kan ons natuurlijk ook mailen via post@slimmerpodcast.nl. En die Strava-groep waar ik het net over had, die is alleen toegankelijk voor vrienden van de show. Dus als jij dat nog niet bent, surf naar vriendvandeshow.nl/slimmerpodcast. Doe een mooie donatie, een mooi kerstgeschenk zo in deze tijd van het jaar om lekker altruïstisch aan elkaar te geven en te delen. Spreek jouw waardering uit voor onze podcast en dan kunnen we daar weer mooie dingen mee doen. En dan gaan we samen sporten. Samen nog één keer de kerstvakantie in. En op naar 22. Dankjewel Guido, vrolijk kerstfeest. Ja, fijne dagen. Ja, hetzelfde. Fijne dagen en tot volgende week. Hoi. Yo, hoi.